Hier maken we een heerlijke aardappeltortilla die we serveren met gebakken zuurkool en zalm. Om de tortilla te maken verhit je eerst olijfolie in de pan. Daar gaan dan de aardappelschijfjes bij. Die bestrooi je royaal met peper en zout. Vervolgens de plakjes ui. Dit schep je even om. En dan draai je het vuur laag, doe je de deksel op de pan en dan laat je de aardappel in ongeveer 20 minuten gaar worden. Dan klop je eieren los met wat melk. Daarbij gaan dan de aardappelen. Die heb je eerst laten afkoelen. Dit meng je goed. Dan verhit je 1 eetlepel olijfolie. En daarin bak je dan het aardappel-eimengsel mooi goudbruin. En je drukt hem licht aan. Als de bovenkant begint te stollen, doe je de deksel op de pan. Draai je de pan om. En dan schuif je de tortilla terug in de pan. En zo bak je dan ook de andere kant goudbruin. En dit serveer je dan direct met eventueel de gebakken zuurkool en de zalm. Eet smakelijk!